Hallo, vandaag weer een reviewfilmpje. Deze keer van een New York Color oogschaduw mono. Nou, ze hebben natuurlijk veel meer kleuren. Ik zal denk ik in het artikel op mijn blog erbij zitten hoeveel kleuren als ik het niet vergeet. Als ik het wel vergeet en je wilt weten, vraag het maar gewoon. Dit is in ieder geval kleur 917. Ik denk dat het I Love New York heet. Well. Ja, daar kun je zien. Maar goed. Wat ik om te beginnen. Hij gaat niet heel makkelijk kopen. Wat ik om te beginnen wel heel mooi vind bij deze is. Dat viel me ook echt pas op nadat ik hem gekocht had. Het lijkt alsof het zo gelijk zit. Maar. Kijk. Er zit een apart dingetje met het applicatortje erin eroverheen. Zodat de poeder zelf helemaal mooi in de ding blijft. Wat wel handig is ook, want het is redelijk los. Er zitten nou al, ik weet niet of je het zo kan zien, een beetje, ja, kruimels op. Maar goed, we beginnen maar even met de zwart. Nou, aardig goed pigment. Niet te erg, niet te licht. Wel mooi. Nou ja, geen betere manier om een oogschaduw te testen om uit te proberen. Dus ik ga er eventjes een simpel look van maken. Ik begin even. Met de I Love Stage van Essence. Dan kleurt het al de beter door hun recht. Deze keer wel een spiegel bij me tegen mijn vorige reviewfilmpje. En dit neem ik eigenlijk meestal bij mijn tutorials niet op. Maar ik vind het zelf altijd wel het prettigste om. Weet je wel, niet het applicatortje te gebruiken als je. Dus oogschaduw de basis aanbrengt, maar je blijft daarvoor gewoon je vingers te gebruiken. Het werkt zuiniger en het werkt ook beter. Vind ik in ieder geval. Dat ik de meeste het ook wel zo doen, dus ik zal wel niet de enige zijn. En laat het ook altijd eventjes een beetje drogen. Een beetje bij drogen is dat wat, ja, anders heb je echt zo dat je het op het vloeibare doet en dat werkt minder goed. Dan veeg je het makkelijker uit en dergelijke. Maar gewoon een paar seconden is genoeg. En nou ja, dan ga ik gewoon het bijbehorende applicatortje maar gebruiken. Zet ik heel schattig New York Color op. En dat dan aanbrengen over het ooglid. Ik vind dus de applicatortjes nooit echt heel fijn werken. Dus ja, lijkt mij meer als je onderweg bent of zo en je wil even snel bijwerken. Of, ja, ik weet niet, je gaat van school of zo naar een feestje of je werkt naar een feestje. En je hebt gewoon voor wat voor reden dan ook eventjes nodig dat je in de auto of in de trein of waar dan ook eventjes je make-up bijwerkt en dat je dan eventjes niet je hele wassenset uit kan gestallen. Dan zijn dit soort dingen nu wel heel handig, maar gewoon voor normaal zou ik het niet zo snel doen. Maar ja, het lijkt me leuk om voor de review toch een beetje wel bijbehorende dingetje te testen. Dan weet je tenminste zeker dat het gewoon, ja, hoe het product eruit ziet, dat het niet net met mijn kwasten bijvoorbeeld heel mooi is. En dat dan met jouw of jouw kwasten bijvoorbeeld niet mooi gaat. Kan ik me niet voorstellen, mijn kwasten zijn spotgoedkoop, dus daarmee werk ik het overal mee. Maar nou ja, het leek me gewoon leuker. Ik hoop dat je het zo kan zien. Bij leuke spiegel zaken. Bij dit oog heb ik het nu aangebracht. En ja, je ziet wel degelijk dat het lichter is. Ja, en het echt is beter te zien. Het heeft ook echt mooie shimmertjes. Niet heel opvallend glitterig of zo, maar gewoon echt. Ja, doe me een beetje denken aan sneeuw eigenlijk. Of pareltjes, dus een beetje zomers wil bekijken. Nou, ik heb het nu bij de ogen aangebracht. Ik zal een stukje plastic er weer netjes in doen. Ja, het zit netjes op de plek.
Dekt ook echt gewoon, ja, dekt mooi ook. Van wat ik al zei, niet extreem dekken dat je echt gewoon wit met glitter op je ogen hebt of zo. Maar ja, net, ja. Eigenlijk gewoon een heel mooi glanzend licht laagje. Het valt wel echt op, dat wel. Nou, gewoon mooi. Het past zich een beetje aan je gezicht eigenlijk. En je huidskleur. Maar goed, om er ietsje meer een look van te maken en ietsje minder gewoon random oogschaduw, ga ik er een grijze kleur op aanbrengen. In de crease en in de buitenste ooghoeken. In deze kleur. Gewoon van een of ander, ik weet echt waarom meer. Volgens mij komt deze uit hetzelfde setje als deze kwasten trouwens. Deze waar ik ervoor wil gebruiken trouwens. Ja, dat zat ook in een make-up kist. En ik weet echt niet meer wat voor merk het was. Chic of zo heet het volgens mij, heel simpel. Het heeft geen fantastisch pigment. Maar goed, er is mee te werken, dus ik houd het op een reserve stash. Dat er gewoon een beetje mooi blenden. Oké. Okay. En dan tot slot ga ik de oogschaduw van New York Color met dan met deze kwast even een highlighter gebruiken. Die hebben we gelijk ook als highlighter getest. Origineel dacht ik er ook aan trouwens deze highlighter te gebruiken. Maar nou ja, toen kwam ik eigenlijk bij grauwkleurige oogschaduws en ja, die bronzer van de HEMA die ik de vorige keer reviewde. En dat vind ik eigenlijk toch net ietsje mooier als highlighter dan zilver. Dus ja, dan vandaar toch maar het oogschaduw. Afgezien daarvan, als gewoon een highlighter voor het gezicht is die echt gewoon... Ja, dan denk ik dat die te gepigmenteerd is. Dat is echt heel mooi, vind ik. Ja. Ja. Nou, om toch een beetje meer af te maken. Ik zie dit even de plekken, voor alle duidelijkheid. Ga ik nog eventjes het applicatortje van die color gebruiken, want dat is kleiner natuurlijk dan die grote kwast. En de donkergrijze kleur van daarnet. Ja, die dus. Om even ook een beetje onder het oog wat te tekenen. Maar gewoon het topje van het applicatortje voor. En dan onder de onderste wimperrand heel voorzichtig aanbrengen. Nou, klaar. Ja. Nou. Dat is dus de oogschaduw. Met wat donkerder oogschaduw erbij. Gewoon simpele look. Nou ja, en dan voor terug te komen dus op de oogschaduw. Ik vind hem mooi. Absoluut een aanrader. Geen gigantische dekking. Maar gewoon echt, ja. Juist bij zo'n kleur vind ik het juist wel mooi. Als gewoon, ja, wat je gewoon zo ziet. Je ziet de kleur echt heel erg goed, maar het is niet dat het net lijkt of je bijvoorbeeld krijt op je oogleden gesmeerd. Want dat ben ik met de kleur altijd een beetje bang voor. Shimmertjes zijn echt gewoon subtiel, heel mooi, wel zichtbaar, maar niet dat je heel veel glitter hebt. Dus gewoon voor casual is het ook heel mooi. Ja, dus ik vind het aanrader. Nou, hopelijk vonden jullie het informatief. Meer informatie over het product kan je vinden op mijn blog, wat ik ook zal linken in het... praatje onder het filmpje. En bedankt voor het kijken. Doei!